Goedenavond iedereen. Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn vanavond. Dus op het webinar van Natuurbeheerplannen voor Landbouwers. Oké, dus we gaan ermee beginnen. Om misschien aan jullie voor te stellen wie dat onze organisatie is. Wij zijn dus Boer Zoekt Natuur, Natuur Zoekt Boer. Een organisatie die gestart is tussen een samenwerkingsproject tussen ABS en Natuurpunt. ABS vertegenwoordigt de landbouw in dit geheel en Natuurpunt natuurlijk de natuur. Samen met dit project willen we eigenlijk werken rond begrip en respect die voor beide organisaties heel belangrijk zijn. We proberen daarop zo eerlijk en zo open mogelijk te communiceren. En zoals dat jullie ook talrijk aanwezig zijn vanavond, doet het ons plezier dat we ook op deze manier kennis kunnen delen en op deze manier ook dialoog volop kunnen gaan stimuleren. Transparante communicatie staat centraal in ons projectdoelstelling. We leven momenteel in een versnipperd Vlaanderen, waarbij dat zowel de landbouw als de natuur aan veel regels verbonden is. Vanavond komen we nu samen rond de natuurbeheersplannen en de vraag wordt dan ook gesteld, wat houdt dat nu precies in, zo'n natuurbeheersplan, en wat is de reden van haar bestaan? Zijn er regels die dan opgesteld worden en moet dit dan ook uitgevoerd worden? Wat komt is, hoe werken dan de subsidies? En allemaal deze zaken gaan we proberen toe te lichten, zo open en zo transparant mogelijk. Ook vanavond is het mogelijk dat jullie een aantal vragen stellen. We stellen voor dat iedereen vanavond zijn microfoon zal uitschakelen. Dat is ook gemakkelijk voor iedereen, zodanig dat er geen achtergrondgeluiden zijn. Het eerste gedeelte zal opgevat worden als een informatiesessie, waarbij dat we onze informatie overbrengen naar jullie toe. We stellen dan ook voor als organisatie dat jullie de vragen stellen in de chat om het gesprek vanuit onze gastspreker niet te veel te storen. In het tweede gedeelte van de avond zal er dan een vragenronde zijn, waarbij dat er interactie is met het publiek en de spreker. Jullie kunnen dan vragen stellen vanuit het publiek en wij kunnen als moderator kunnen een aantal vragen uit de chat naar voren brengen en dan publiekelijk met jullie bespreken. Dus zoals gezegd, we hebben een projectteam die opgesteld is uit twee organisaties. Als jullie vragen hebben, mogen jullie ons ook altijd contacteren via onze e-mailadressen en wij beantwoorden jullie vragen heel veel plezier. En wij gaan dan nu het woord geven aan Daan. Daan de keukenleider, die wil voor ons een webinar geven. En wat dat hij nu doet bij een Natuurpunt, dat is eigenlijk voornamelijk gezamenlijke beheersplannen schrijven. Dus dat wil dat zeggen, dat is een beheerplan dat samen met Natuurpunt, maar ook met een andere organisatie is. En daarom heeft hij wel veel ervaring om dat uit te leggen aan andere mensen. Normaal gezien hadden we nu ook nog een poll voorzien, maar we gaan ons moeten uitzoeken. Er is iets misgelopen. Dus ik ga nu de microfoon geven aan Daan. Goedenavond iedereen. Ik ga hier eerst ook nog eens mijn presentatie voorstellen. Ja, oké. Okay. Dus net zoals Sanne werk ik voor Natuurpunt. Ik denk dat de meesten onder jullie Natuurpunt hopelijk wel al kennen. Maar nog eens kort samenvat wie dat wij juist zijn. We zijn de grootste natuurorganisatie van Vlaanderen. En ons motto is eigenlijk natuur voor iedereen. Dus wij willen streven naar meer natuur en ook natuur die er voor iedereen is. En Natuurpunt is eigenlijk een organisatie die heel hard bottom-up werkt. Heel hard vanuit de vrijwilligers. Er zijn bijna in elke gemeente zijn er natuurpuntvrijwilligers actief. En die zijn eigenlijk het kloppende hart van onze vereniging. En die vrijwilligers die worden dan doen allerlei dingen. Educatie, naar vogels kijken en de natuur bestuderen. Maar ook heel vaak natuurbeheer en natuurreservaten beheren. En daarin, in al die activiteiten, worden die vrijwilligers ook ondersteund door een professioneel team. Natuurpunt werkt dus zo heel hard vanuit die vrijwilligers. En Natuurpunt zet in op zowel nabije natuur, natuur die dicht bij de mensen is, die in bijna elke gemeente is er wel een natuurreservaat, maar ook op kwetsbare natuur, dus hele bijzondere natuur, die vaak ook Europees bedreigd is. Ik denk ook dat de meesten onder jullie dat al wel zullen weten dat het eigenlijk slecht gaat met onze natuur. En zowel wereldwijd, maar zeker ook in Vlaanderen,
Steeds meer soorten en steeds meer ecosystemen hebben het heel moeilijk en staan onder druk. Als je denkt aan kruidrijke graslanden vol met bloemen, zoals hier zo'n grasland met beemdkroon en margrieten, waar dat zo'n graslanden verdwijnen en worden echt heel zeldzaam. En de insecten die daar dan bij horen, de vlinders, de bijen en zo, die nemen dan ook sterk af. Of als je denkt aan hoe versnipperd dat ons Vlaamse landschap is, al die wegen die hier overal doorlopen, die dan zorgen dat het voor een heleboel soorten heel moeilijk is om zich door het landschap te bewegen en niet onder een auto of een camion terecht te komen. Denk maar aan een das die bijvoorbeeld veel verkeersslachtoffers vaak onder in het verkeer sterft. Maar niet enkel zo druk, ook de klimaatsverandering is een heel belangrijke druk waarom dat veel soorten en ecosystemen achteruit gaan. Jullie zullen de paar hele droge jaren die we onlangs gehad hebben zich nog wel herinneren. In zo'n droogte kwamen ook heel veel poelen en heel veel vennen in heidegebieden droog te liggen. En dat zorgde voor een grote achteruitgang bij zeldzame amfibieën, zoals de heikikker, die in het voorjaar zo mooi blauw wordt. Maar ook in het landbouwsysteem, door grootschaligheid en door kleine rommelhoekjes die weggaan, het gebruik van pesticiden en zo, verdwijnen ook van die typische landbouwplanten. Denk maar aan een korenbloem, die ook steeds zeldzamer wordt in ons landschap. En dat al die soorten en ecosystemen achteruit gaan, is natuurlijk jammer op zich, maar is ook jammer voor ons. Dus natuurverlies heeft ook een aantal directe effecten op de mens en de maatschappij. Wilde natuur zorgt voor bestuivers, die dan weer belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld in de fruitteelt. Wilde bijtjes, zoals je hier er eentje ziet op de afbeelding. Maar natuur is ook heel belangrijk voor waterbuffering. Als je zo'n grote hoeveelheid neerslag hebt, kunnen natte natuurgebieden als een spons dat water echt opzuigen en bijhouden en bufferen, zodat de andere gebieden niet onder water terechtkomen. En natuur kan ook heel belangrijk zijn voor koolstofopslag. Dus in tijden van global warming, van klimaatsverandering, ook heel belangrijk dat er koolstof opgeslagen wordt. Veengebieden, zoals dat we er in Limburg nog grote hebben, zijn daarin heel belangrijk, denk ik. Dus door koolstof opslaan. En eindelijk, het ecosysteem werkt een beetje als het spelletje Jenga. Misschien kennen jullie dat wel. Dus eigenlijk, als je steeds meer schakels eruit haalt, dus als zo'n spelletje met blokjes, en als je steeds meer blokjes eruit haalt, op den duur stort heel de toren in. Dus het is echt heel belangrijk dat we eindelijk iets doen aan die achteruitgang van de natuur, aan die biodiversiteitscrisis. En dat is ook een echte maatschappelijke vraag. Je merkt dat, we werken dat ook bij Natuurpunt, dat dat steeds meer leeft in brede lagen van de bevolking. Het is dan ook niet onlogisch dat er ook veel beleidsdoelstellingen zijn rond natuurbehoud en natuurbeheer. En veel van die, zoals bij alles in Europa, komen veel van die beleidsdoelstellingen eigenlijk uit Europese wetgeving. Heel belangrijk is daar de vogel- en de habitatrichtlijn in, die eigenlijk een aantal habitats en een aantal soorten beschermen, die voor heel inhouden dat een aantal soorten over heel Europa beschermd moeten worden en in een goede staat van instandhouding behouden moeten worden. En die Europese wetgeving die wordt dan vertaald en aangevuld door lidstaten zoals Vlaanderen. En een van de middelen die Vlaanderen eigenlijk gebruikt om die Europese natuurdoelen en die Vlaamse natuurdoelen in praktijk te brengen, dat zijn die natuurbeheerplannen. Dat is een nieuwe wetgeving sinds 2017. Een natuurbeheerplan, dat is eigenlijk een middel om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dat is geen verdienmodel, dus de beheerder van een natuurgebied die verdient daar niet aan, maar die wordt daarvoor gesubsidieerd. Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met andere maatschappelijke vragen, waar dat er ook subsidies tegenover staan als je geen direct verdienmodel hebt, zoals in de cultuursector of scholen of in de gezondheidszorg. En zo'n natuurbeheerplan, dat is eigenlijk
als beheerder krijg je een vergoeding voor het resultaat dat je haalt. En eigenlijk is het een contract met de overheid dat je afsluit. Dus je, een beheerder sluit een contract met de overheid af. Die moet de regels van de overheid volgen. En die wordt daar ook op gecontroleerd door diezelfde overheid. Zo'n beheerplan heeft een looptijd van 24 jaar. Dus het is eigenlijk, ja, dat is al een lange termijn. En je moet dus eigenlijk denken aan een iets langere termijn dan wat dat vaak gebruikelijk is. En in zo'n beheerplan moet je een combinatie maken van verschillende functies. Dus het belangrijkste is natuurlijk de ecologische functie, want je moet streven naar Europese of Vlaamse natuurdoelen. Maar er is ook veel aandacht voor de sociale functie van zo'n gebied, dus bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid. En je moet ook aandacht hebben voor de economische functie die zo'n gebied heeft. Vaak wordt dat vertaald dan in ecosysteemdiensten, zoals die bestuiving of die waterberging die ik daarnet ook vermeldde. Dus naast de verschillende functies kan zo'n beheerplan ook verschillende ambitieniveaus hebben. En dat is eigenlijk afhankelijk van het percentage van de grond die je beheert, waar dat je natuurdoelen realiseert. En dat kan gaan van een standstill principe tot 90%. Dat is dan eigenlijk een type 4. Dus dat is wat we bij Natuurpunt normaal gezien doen. Wij gaan altijd voor de hoogste ambitie. Dus op zo'n groot mogelijk deel van onze oppervlakte natuur realiseren, of naar natuur streven, natuur beschermen. En daar komt ook die herdienstbaarheid bij. Dus dat je eigenlijk, dan nadat het ene beheerplan is afgelopen, komt er een volgende. Dan heb je eigenlijk een eeuwige bescherming van dat stuk grond. En dan wordt dat eigenlijk een natuurreservaat. Dus ik spreek veel over natuurdoelen. Maar die natuurdoelen, dat is eigenlijk in de wetgeving een relatief beperkte lijst van vegetaties die je kan nastreven. En dat zijn enerzijds vegetaties die Europees beschermd zijn. Denk maar aan bepaalde oude bossen waar dat de wilde hyacinten bloeien, of veengebieden die in heel Europa dus bedreigd en daarom beschermd zijn. Of gebieden die in Vlaanderen belangrijk zijn, waar dat Vlaanderen gezegd heeft van wij willen dat er extra aandacht voor, dat de Vlaamse beleidmakers gezegd hebben van we willen dat er daar extra aandacht voor is. Zoals bijvoorbeeld dottergraslanden, dus zo van die graslanden op vochtige bodem, maar dat er heel veel bloemen staan, zoals hier die echte koekoeksbloem en die ratelaar. Naast die lijst met vegetaties kun je ook gaan voor leefgebieden van bepaalde soorten die opgenomen zijn in de Europese lijsten. Denk maar aan vleermuizen die op de habitatrichtlijn staan, of een aantal vogelsoorten die op de vogelrichtlijn staan, zoals zeldzame daarvan is de nachtzwaluw. Zo'n natuurbeheerplan, dat is eigenlijk iets wat dan niet alleen door natuurorganisaties gedaan wordt. Dat wordt vaak gedacht, maar eigenlijk staat dat ook voor iedereen. Bijvoorbeeld ook verschillende lokale overheden beheren natuurgebieden onder een natuurbeheerplan. In Zottegem wordt zo het Kloosterbos en de Zwalmvallei beheerd onder een... Heeft de stad daarvoor een natuurbeheerplan opgesteld. Het is een mooi bos vol met bosanemoontjes. Zeker de moeite om binnenkort eens te gaan wandelen als de lente begint. In de Kempen in Vorselaar heb je een privé-eigenaar, of verschillende privé-eigenaars, die een groot stuk grond bezitten daar. En die daar ook naar natuur streven. Het domein Krabbels, dat is een familie van de Werven, waar dat die mensen er naar streven om rietlanden en vegetatierijke plassen en vochtige hooilanden te beschermen als natuurgebied onder een beheerplan. Maar ook landbouwers kunnen beheerplannen maken. Dat gebeurt niet vaak. Maar een heel mooi voorbeeld is aan de Maas, in het heuveltje Booien, dat is in Deels en Stokkum, waar twee landbouwfamilies eigenlijk zich inzetten om een stuk grond onder een natuurbeheerplan te beheren. Dat is ook wel een mooi verhaal. Die landbouwers die waren ooit onteigend omdat daar een stuk inrichtingswerken nodig waren voor waterveiligheid. Zo werd daar eigenlijk een stuk gecreëerd waar dat er meer overstromingen konden plaatsvinden. En daarna kwam dat weer te koop. En die landbouwers die vonden het heel belangrijk
dat die grond die vlak bij hun ligt en vlak bij hun huis en hun boerderij, dat zij daar weer hun eigen koeien konden zien lopen. En die grond was niet meer geschikt om intensieve landbouw te doen. Die overstroomde regelmatig, lag juist aan de Maas. Maar zij kozen er dus voor om in samenwerking met andere partners die grond eigenlijk te beheren als natuurreservaat en daar een natuurbeheerplan voor te maken. Ja, hier zie je Davy en Milan, dus vader en zoon, die van een van de twee landbouwfamilies die in dat project gestapt zijn en die daar dus ook een beheerplan voor gemaakt hebben. Dus zoals ik zei, iedereen kan een natuurbeheerplan indienen, natuurorganisaties, lokale overheden, private eigenaars, maar dat is vaak niet eenvoudig. Dus ik wil niet de boodschap geven dat heel makkelijk is. Je hebt er vaak heel veel kennis voor nodig, er komt ook veel administratie bij te kijken en er zijn veel personeelskosten, dus er is veel tijd voor dat te doen. Binnen Natuurpunt zijn we daar heel hard op gericht. Om de dienst waar ik werk, werken we met 40 mensen en is eigenlijk, die daar mee bezig zijn. Maar voor een andere stakeholder is dat soms heel moeilijk. Maar soms kan het wel. Dus de voorbeelden die ik ook gaf, dat waren dingen die gebeurd zijn in het kader van een Europees project waar de Natuurpunt ook samen met privé-eigenaars of lokale overheden werkt voor natuurbeheerplannen samen te realiseren. Dus iedereen kan het, maar het is niet altijd gemakkelijk. Dus zo'n natuurbeheerplan, wat is dat eigenlijk concreet? Concreet is dat een document dat enerzijds op maat van de beheerder geschreven wordt en anderzijds volgens de regels die de overheid heeft opgesteld, dus volgens de wetgeving. Het heeft verschillende delen. Het eerste deel van zo'n beheerplan is de verkenningsnota. En dan komen er 5 andere delen. Ja, ik ga als voorbeeldje daarvoor een recent beheerplan waar ik ook aan meegewerkt heb, vanuit de Antwerpse Kempen gebruiken, vanuit Zandhoven en Vorstelaar, voor het gebied Krabbelslovenhoek. Dus daar ga ik een paar voorbeelden van geven. Dus het eerste deeltje, de verkenningsnota, dat is eigenlijk een vraag naar de overheid, naar het Agentschap voor Natuur en Bos, om een toestemming te vragen voor een beheerplan te maken voor een gebied. Daarvoor verzamel je een aantal basisinformatie en geef je een eerste aanzet van wat dat je doelen en wat dat je visie met het gebied is. Dat is een kort document, dat kan je vrij kort opstellen. En dat dien je in bij het ANB. En die kijken of dat aan de aan de voorwaarden voldoet en die geven je dan toestemming om eindelijk verder te gaan en dan de volgende delen op te stellen. Dus na die verkenningsnota komt dan een ander document dat de andere delen bevat. Dat bevat onder andere, dat begint eigenlijk met de administratieve gegevens. Dus vrij vanzelfsprekend, welke percelen gaat het over, welke percelen heb je in beheer. Maar ook het globaal kader. Dat is eigenlijk het visiegebied. Dat is eigenlijk welke afbakening dat de beheerder voor ogen heeft van het natuurgebied, waar dat eigenlijk in een natuurgebied de natuurwaarde wilt ontwikkelen. Dat kan enkel de percelen zijn die de beheerder op dat moment in beheer heeft, maar dat kan ook veel ruimer zijn. Die afbakening, ja, die wordt gemaakt op basis van een aantal criteria. Enerzijds beslist beleid, dus als er bijvoorbeeld habitatrichtlijngebieden die aangeduid zijn voor de Europese habitatrichtlijn of vengebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk die kunnen helpen met de afbakening van zo'n globaal kader. Ook het gewestplan, dus als iets natuurgebied is of parkgebied op het gewestplan. Zo'n globaal kader mag ook op het gewestplan in landbouwgebied liggen, dus mag ook buiten strikt natuurgebied liggen. En als laatste, het mag wel niet in herbevestigd agrarisch gebied liggen, dus dat blijft er buiten. En een laatste iets is natuurlijk ook de ecologische mogelijkheden. Dus als er ergens in een gebied nog een grasland is waar dat er zeldzame soorten aanwezig zijn, onder een prikkeldraad of zo, dat er nog resten zijn van eigenlijk indicaties voor
natuurwaarde die daar kan versterkt worden. Dan kunnen zo stukken ook meegepakt worden. Of bijvoorbeeld in een beekvallei, dat je eigenlijk tot aan de waterscheidingslijn gaat, zodat je geen instroom kan hebben van gebiedsvreemde stoffen. En als dan zo'n natuurbeheerplan wordt, als dan zo'n globaal kader wordt goedgekeurd, dan zijn er in dat gebied aankopen mogelijk met subsidie door de beheerder. Verder heeft dat eigenlijk geen andere implicaties voor een eigenaar. Geen bijkomende implicaties. Dus zorg dat hij er juist naast ligt of er juist in, dat maakt dan niet het verschil. Dus om een voorbeeld te geven, hier hebben we dus dat gebied in de buurt van het dorp Vorselaar en Pullen. En de rode percelen zijn de percelen die opgenomen zijn in het beheerplan. Dus die eigendom zijn van de, of in beheer zijn van de beheerders, waar dat er natuur wordt nagestreefd. En de blauwe lijn geeft dan eindelijk aan waar dat we het natuurgebied helemaal willen ontwikkelen. En in dit geval is dat een beekvallei die gevolgd wordt. En dan hier bossen en nog een aantal waardevolle stukjes bos die verder uitlopen. Na die administratieve gegevens komt dan het volgende deeltje, de inventarisatie. Eindelijk is dat een deel dat antwoord moet geven op de vraag van wat is er aanwezig in het gebied momenteel. Je begint dan met te kijken naar de bodem, want de bodem is altijd heel belangrijk voor te weten wat er mogelijk is en wat dat er kan zijn van natuur. Maar ook naar de geschiedenis, hoe zag het gebied er vroeger uit? Is er erfgoed in het gebied aanwezig? Cultureel erfgoed of natuurlijk erfgoed? Kijken naar de waterhuishouding, welke stukken zijn nat, welke zijn droog, welke stukken overstromen. En dan ook heel belangrijk kijken naar de planten en diersoorten die aanwezig zijn. Zo'n inventarisatie van de plantensoorten, dat is niet gewoon een keer rondlopen doorheen het gebied en kijken van welke plantjes staan hier, maar dat gebeurt echt volgens methodes die de overheid heeft vastgelegd. Er zijn er zo sleutels voor. En dan moet je eigenlijk een kaart maken van welke verschillende types, of welke verschillende plantengemeenschappen zijn aanwezig. Dat kan bijvoorbeeld geven dat je in een bepaald stuk een oud bos vindt met indicatoren, met bepaalde planten die erop wijzen dat bos al altijd bebost is geweest. Of je kan een stukken vinden waar dat je gedegradeerde heide hebt, dus heide waar dat er heel veel grassen aan het ontwoekeren zijn, waar dat eigenlijk de typische heideplanten verdrongen zijn geraakt. Of dat kan zijn dat je een bepaalde soorten arm grasland vindt. Dus een soort arm bedoel ik grasland waar er veel voedingsstoffen aanwezig zijn en daardoor de grassen heel, heel dominant zijn en er weinig ruimte en plaats is voor bloemen en kruiden en andere planten dan raaigras. Naast de planten is dan ook de bedoeling om te kijken naar de diersoorten die aanwezig zijn in het gebied. In het voorbeeldje dat ik hier geef van Krabbels Lovenhoek, hebben onder andere naar vissen gekeken. Welke vissen waren er in de beken aanwezig? En hoe kwamen zo de rivierdonderpad tegen? Een hele zeldzame vis in Europa, die ook op die habitatrichtlijn staat en die dus Europees beschermd is. Of we zijn met van die speciale detectors op zoek gaan naar welke vleermuizen dat er daar voorkomen. En aan de hand daarvan krijg je dan ook welke... naast soorten die op Europees belangrijk zijn, moet je ook veel aandacht hebben voor soorten die bijvoorbeeld op de rode lijst met bedreigde diersoorten staan. Dus de rode lijst is eigenlijk een lijst met dieren die sterk achteruit gegaan zijn. En dan hier zie je dat we meer dan 60 soorten hadden die bijna in gevaar waren. En ook een heleboel die kwetsbaar en bedreigd zijn in dit gebied. Dus dat wijst ook dat dat zijn dingen die je helpen om je visie eigenlijk te vormen. Want dat is dan het derde deeltje van een beheerplan. Dus naast de administratieve gegevens en de inventarisatie moet je in deel 3 dan eigenlijk een visie geven en doelstellingen maken voor het gebied. Dat is eigenlijk de bedoeling van welke potenties zijn er en wat willen wij doen met het gebied. Dus enerzijds je visie voor natuur. Welke natuurwaarden wil je beschermen? Wil je beter ontwikkelen? Maar ook sociale doelen. Waar willen we wandelpaden maken of zo? Waar willen we
ja, meer toegankelijkheid creëren. En ook weer en ook economische doelen van. Zijn er bepaalde plaatsen waar dat we naast die natuur en die sociale dingen ook iets van economische doelen hebben. Die beheervisie en die beheerdoelen moet je eigenlijk geven voor het hele globaal kader, dus het hele grote gebied, maar dan ook specifiek voor de percelen die in het beheerplan opgenomen zijn, die in eigendom of ander beheer zijn. Dus hier in ons voorbeeld van Krabbelsloevenhoek kunnen we beginnen met de visie die wij opgesteld hebben voor het hele globaal kader. Dus blauw weer, dat is ons grote gebied waar we eigenlijk naar streven. De rode percelen die zijn al in eigendom. Maar voor het grote gebied willen we hier naar een landschap waar dat je half open bossen hebt. Dus dat is ook een groen mee lijntjes. Half open graslanden, dus graslanden waar dat er af en toe nog een bomenrij of een veldbosje in staat. Ook heidegebieden, dus dat zijn de paarse hier. En moeraslandschappen en waterlandschappen in dit stuk. Dus dat gaat eigenlijk breder dan wat dat je momenteel in beheer hebt. Maar dan geef je eigenlijk al een visie van waar willen wij in de toekomst naartoe als beheerder die in dit gebied bepaalde ambities heeft. En dan naast die landschapsvisie geef je dan ook je visie of je doelen voor alle perceeltjes die je in beheer hebt. En dat is dan meestal een vertaling daarvan. Dus in de stukken waar we naar bos streven, kunnen we naar droge bossen streven, maar ook naar vochtige bossen. In de half open graslanden streven we enerzijds naar vochtige graslanden met veel bloemen, maar ook naar natte ruigtes, met bijvoorbeeld veel moeraspirea. Of in dat moeras- en waterlandschap zijn er dan percelen waar we eerder voor open water gaan en dan stukken waar dat meer voor rietland, waar dat rietland nastreeft wordt. Dus je hebt enerzijds die visie op landschapsschaal en dan de visie op perceelsniveau, van waar dat je die daar een vertaling van is. Dan het vierde deel, dat is eigenlijk de maatregelen die je als beheerder gaat nemen. En dan moet je een gedetailleerd overzicht geven van de verschillende maatregelen die je gaat nemen om de dingen in de visie te bereiken. Dus als je zegt ergens van we willen daar een vochtig hooiland creëren, dan heb je van ja, eerst gaan we eenmalige maatregelen doen, zoals het herstel van de waterhuishouding, zorgen dat het waterniveau iets meer omhoog gaat, dat het grasland weer wat vochtiger wordt. Maar ook invasieve soorten verwijderen, als er daar een Japanse duizendknoop staat die heel hard woekert, dan gaan we die eerst wegdoen of we graven daar een poel voor salamanders en kikkers. En dan ook naast die eenmalige maatregelen, dan de terugkerende maatregelen. Maaien bijvoorbeeld of begrazen of in bos als je die periodiek kappingen gaat doen om meer structuur in te brengen of zo. En je moet die dingen heel hard, heel erg in detail uitschrijven. Dus als je bijvoorbeeld zegt van we gaan maaien, moet je zeggen, de eerste snee is in juni en de tweede snee is in september. Of we gaan enkel in september maaien. En begrazen moet je zeggen, van we gaan met zoveel grootvee-eenheden begrazen. Of om die manier. Dus de bedoeling is dat je daar eigenlijk een duidelijke uitleg geeft van welke maatregelen gaan we nemen om de visie van het vorige deel te verwezenlijken. En het laatste, maar daarom zeker niet het minst belangrijke deel, is de opvolging. Dat is eigenlijk een stuk waar dat, je beschrijft hoe dat je als beheerder gaat nagaan dat de maatregelen die je neemt ook wel echt leiden tot de visie of tot de doelen die je stelt. En dat is niet eenvoudig. Dat is niet dat je, daar heb je een redelijk strenge opvolging met redelijk veel regels dat je moet kijken voor die je dus moet volgen. Dus ook per habitatstype of per streefbeeld is dat ook gespecificeerd. Om het misschien nog een beetje concreter te maken, als je bijvoorbeeld die gedegradeerde heide had, zo heide waar dat er heel veel pijpenstrootjes en grassoorten is gaan hoekeren, dat is vaak omdat er weinig beheer was, maar ook omdat er veel stikstof uit de lucht valt. Als je dan zegt van we gaan daar maatregelen nemen,
als je dan zegt van eigenlijk we streven daar om daar weer een structuurrijke heide met veel heideplanten van te maken. Kun je zeggen, eenmalig gaan we plagen, gaan we een deel van de toplaag verwijderen, zodanig dat die oude zaadjes van de heide weer kunnen kiemen. En dan gaan we ook jaarlijks met schapen begrazen om die structuurrijke heide weer te herstellen. Misschien iets wat toepasselijker is voor mensen die veel meer in landbouwmiddels bezig zijn. Als je een grasland hebt waar dat je eigenlijk een dominantie hebt van raaigras, je zegt van, dat is dus met weinig soorten in. En je wilt gaan naar een grasland met heel veel bloemen en kruiden, dan zeg je van ja, we gaan dat doen door te maaien en af te voeren en door te maaien op de juiste momenten. Dat we op die manier eigenlijk een verarming krijgen, waardoor dat er meer soorten kunnen groeien en dat er minder gras is, en daardoor ook meer van de bloemen en kruiden, die voor veel insecten bijvoorbeeld belangrijk zijn. Dus dat is een beetje natuurbeheerplan. Misschien dan ook belangrijk is hoe dat de procedure van zo'n beheerplan in elkaar zit. Dus ik zei het daarnet ook al, de verkenningsnota is eigenlijk de eerste vraag die je stelt van, is dit oké? Dus je begint dan altijd met die op te stellen en in te dienen. Je krijgt daar dan een eerste check en een toestemming om al dan niet verder te gaan met de volgende delen. Als je de volgende delen hebt gemaakt, dus die administratieve gegevens, die inventarisatie, die beheervisie, beheermaatregelen, hoe je die gaat opvolgen, dan stel je dat op. En dan dien je dat in, opnieuw bij het ANB, dus het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. En die doen dan een eerste controle. Ze controleren of dat dan niet ingaat tegen andere doelstellingen die er zijn voor dat gebied. En ze kijken ook of dat de voorgestelde doelen en de voorgestelde maatregelen realistisch zijn. Dus als je bijvoorbeeld zegt van we gaan hier een heidegebied creëren, maar ze zien dat dat in het midden van een intensief landbouwgebied ligt, dan kan dat niet realistisch. Dan kunnen ze zeggen van, hey, dat is niet realistisch, jongens. Daar moet je niet naar streven. Of bijvoorbeeld, zijn de maatregelen die je neemt wel oké om je doelen te doen? Ga je wel voldoende maaien? Dan komen er daar vragen van. En heb je daar eigenlijk, moet je argumenteren waarom wel of niet, of aanpassingen doen. Na die check, ook door het ANB, heb je dan ook de publieke consultatie. Dus dat betekent eigenlijk dat je dat bij zo'n natuurbeheerplan er affiches moeten uitgehangen worden en dat er de mogelijkheid is voor vanuit het grote publiek, dus vanuit iedereen, om opmerkingen of suggesties of op het beheerplan te geven. Dat beheerplan is dan op internet zichtbaar, ook bij het ANB en bij de indiener zelf, dat je dat kunt raadplegen. Nu, het is geen openbaar onderzoek, het is een publieke consultatie, wat dat inhoudt, dat de vragen die je stelt, dat je die eigenlijk geeft aan de overheid, aan het ANB, die gaan dan die vragen geven aan de beheerder. En de beheerder moet dan antwoorden geven naar die overheid toe. Maar het is dus niet zo dat het grote publiek een antwoord krijgt op zijn vragen. Dus dat kan wel voor verwarring zorgen. Naast die eigen controle door het ANB, die vragen vanuit, of opmerkingen vanuit het grote publiek, heb je ook adviesvragen aan bijvoorbeeld de gemeente, maar ook aan andere stakeholders, de waterbeheerder, de erfgoedsector als er beschermd erfgoed in het gebied ligt, de landbouwsector, enzovoort. Dus als al die opmerkingen en suggesties en vragen komen dan terug naar de beheerder. Die moet dan een aantal dingen herwerken. Meestal moet hij dan een aantal dingen herwerken. Dingen anders aanpassingen doen of meer argumentatie geven voor bepaalde dingen. En dat gaat dan opnieuw naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Die dan opnieuw kijkt van, klopt dit wel? Wat er, hebben ze goed werk gedaan? En aan de hand daarvan gaat het ANB dan advies geven aan de minister. Momenteel is dat minister Demir.
om het al dan niet goed te keuren. En dan uiteindelijk wordt het beheerplan goedgekeurd. Ja. Eens zo'n beheerplan is goedgekeurd, dan geeft dat de beheerder recht tot verschillende subsidies. Dus een eerste belangrijke is dat de beheerder dan subsidies krijgt voor die beheermaatregelen die hij moet uitvoeren. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn voor te maaien. Die beheersubsidies die worden berekend op 80% van de kosten die de overheid inschat dat het kost om, zo een, om dat beheer te voeren. Gemiddeld, hè. Want soms kan het... vaak hebben we ook bijvoorbeeld speciaal materiaal nodig of een speciale tractor met brede banden. Dus 80% van die kosten wordt gesubsidieerd. En bij Natuurpunt rijden we dat toe of doen we de rest door die vrijwilligers die zich zo ongelooflijk hard inzetten. Dus in elk van onze gebieden zijn er ook vrijwillige beheerteams actief die dan in de weekends extra werk doen en daardoor het mogelijk maken om eindelijk rond te komen. En ook giften. Hè. Dus de giften zijn ook natuurlijk een belangrijk iets. Naast die jaarlijkse maatregelen heb je ook subsidies voor eenmalige maatregelen. Bijvoorbeeld als wij een kraan moeten laten komen voor een boel te graven. En dat is eerder projectmatig. Dus jaarlijks kun je aanvragen. En afhankelijk van het type beheerplan wordt tot 90% van die kosten daarvoor gesubsidieerd. Dan heb je dus 10% dat je op een andere manier moet verzamelen. Naast die subsidies voor beheermaatregelen heb je ook subsidies voor recreatie en openstelling. Dus eens zo'n beheerplan is goedgekeurd, zijn er ook subsidies die het mogelijk maken voor wandelpaden, voor vogelkijkhutten, of voor speelnatuur te realiseren. Speelnatuur is zo'n bos bijvoorbeeld waar daar mensen vrij in mogen spelen en ravotten. En dan, ook belangrijk, eens zo'n beheerplan is goedgekeurd, dan is er ook subsidie voor de aankoop van gronden mogelijk. Het is enkel mogelijk in een beheerplan type 4, dus in die hoogste ambitie, waar dat je eigenlijk die erfelijke dienstbaarheid hebt. Dat is ook logisch, dat als de overheid de aankoop van gronden voor natuur subsidieert, dat ze niet willen dat die maar beperkte tijd onder natuurbeheer zitten, maar dat lang en dat eigenlijk eeuwig onder natuurbeheer blijft. En dat kan dus enkel voor de gronden in het goedgekeurde globaal kader. Dus het stuk dat je als beheerder hebt ingediend en dan het stuk daarvan dat goedgekeurd is door het ANB. Het ANB kijkt dan eindelijk van, bereik je met de aankoop van de stukken die in dat globaal kader zitten, de beleidsdoelstellingen van die de overheid heeft. Dus bijvoorbeeld de doelstellingen naar de ontwikkeling van voldoende heide of voldoende bos, bereik je die door deze aankopen te doen. En al dan niet wordt daar globaal kader daar dus bij aangepast. Percentage van aankoop van gronden, dat hangt af van de grondprijs. Dus als je een lage grondprijs betaalt, wordt er een hoger gedeelte, een hoger percentage van gecoverd door de subsidies. Dan als je een hoge grondprijs hebt, dan gaat dat naar beneden. En belangrijk is ook dat die aankoop steeds vrijwillig is. Dus natuurorganisaties zoals Natuurpunt, wij zijn geen overheid, wij kunnen geen... we hebben enkel vrijwillige aankoop dat we kunnen doen. We hebben geen andere manieren om... het is enkel een overheid die ook tot onteigening of zo kan overgaan. Niet iemand die een natuurbeheerplan indient, een natuurvereniging of een andere beheerder. Dan de opvolging van zo'n beheerplan. Dus ik zei het daarnet ook al, er is een strenge controle over. Dat mag ook van zijn... overheid daar subsidies tegenover stelt. Elke 6 jaar moet er een monitoringsrapport geschreven worden. En wordt dat eigenlijk gecontroleerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Dus enerzijds een registratie van alle uitgevoerde maatregelen, van waar is er gemaaid, hoeveel, wat is er van andere ingrepen gebeurd. Maar daarnaast moet ook
de vooruitgang ingeschat worden door het opvolgen van een aantal plantensoorten die indicatief zijn voor hoe dat de plantengemeenschap zich ontwikkelt. En in zo'n monitoringsrapport is er dan ook een mogelijkheid voor kleine bijsturingen. Dus bijvoorbeeld van, we zien dat het toch niet snel genoeg gaat door 1 keer per jaar te maaien of door 2 keer per jaar te maaien. We moeten gaan naar 3 keer per jaar maaien om dan eindelijk die dominantie van het gras te breken en meer kruiden te kunnen realiseren. Zo dingen. Dus ja, elke 6 jaar heb je die controleronde. En na 24 jaar is het beheerplan afgelopen. En dan kun je opnieuw een beheerplan indienen. Dus opnieuw kijken of dat voor hetzelfde gebied. Bij die type 4, dus waar dat natuurpunt normaal mee werkt, is dat dus verplicht. Dat je dan na 24 jaar opnieuw zo'n plan opstelt. Kijk naar, aan de hand van de huidige kennis, wat dat er van nieuws is. En dat weer indient. Oké. Dan zijn er denk ik de take-home messages, de dingen die ik jullie hoop dat jullie gaan onthouden van mijn praatje. Ten eerste dat zo'n natuurbeheerplan eigenlijk een van de methodes is, een van de manieren is om beleidsdoelstellingen te realiseren die de overheid heeft uitgezet. Dus dat je ook werkt binnen een kader dat uitgezet is door de overheid. Dat iedereen een natuurbeheerplan kan indienen, dus ook andere, dus niet enkel natuurverenigingen, maar iedereen kan dat doen, want dat is vaak niet eenvoudig. Dat er tegenover zo'n natuurbeheerplan mooie subsidies staan, die veel mogelijk maken, maar dat er dan ook wel strenge regels zijn en strenge controle. Oké, dat was mijn verhaal. Dus als er nog vragen zijn of feedback. Ik stel misschien voor, ja. Toch de meerderheid landbouwers. Dus het is mooi om te zien dat dus van de 86 mensen die de poll hebben ingevuld, dat iets meer dan van de helft landbouwer is. Dus wij zijn blij dat wij ons publiek kunnen bereiken. Maar dat het ook wel duidelijk is dat dit een onderwerp is dat wel ook meerdere mensen aanspreekt. En dan had ik eigenlijk mijn beginvraagje, ga ik dan nu stellen. Dat was waar ik normaal gezien de presentatie mee wou openen. Ik wou beginnen met de stelling, de verstandhouding tussen landbouw en natuur moet beter. En jullie kunnen ook weer stemmen. Ofwel gaan jullie helemaal akkoord, akkoord, neutraal, niet akkoord of helemaal niet akkoord. De antwoorden komen weer vlotjes binnen. Oké, de antwoorden zijn een beetje zoals wij verwacht hadden. De meeste mensen vinden dat die verstandhouding beter moet. Dat is ook wat wij vinden en dat is dus ook de oorzaak van ons project. Wij willen heel graag werken aan een betere verstandhouding tussen landbouw en natuur. En wij hopen ook dat dit webinar daaraan bijdraagt. Maar een webinar, dat is wel iets helemaal anders dan met elkaar praten in real life. Dus hopen we vooral om te kunnen inzetten op transparantie van, kijk, dit zijn de regels van natuurbeheer. Het is niet dat Natuurpunt of andere actoren in het veld doen wat ze willen doen, maar dat heeft echt wel heel bepaalde regels waaraan voldaan moeten worden. En doelen die gehaald moeten worden. Nu, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de mensen die helemaal niet akkoord zijn, waarom dat zo is. Dus als jullie dat willen delen in de chat, ik vind dat super interessant. En heb ik nog een derde vraagje. Dat is om te kijken van, dit webinar, onze vraag is dat een meerwaarde voor jullie? En nu is eigenlijk vooral de vraag omdat het door landbouwers wordt ingevuld. Omdat we hebben heel veel andere mensen die er aanwezig zijn. Dus is het webinar een meerwaarde voor landbouwers? De meerderheid is akkoord of neutraal, maar er zijn toch ook redelijk wat mensen die niet akkoord zijn of helemaal niet akkoord. Wees ook vrij om te delen in de chat waarom dat jullie niet akkoord zijn, omdat wij proberen vooral een meerwaarde te creëren. En als dat niet het geval is, dan moeten we het op andere manieren proberen doen natuurlijk. Hè. Ja. Lieven wil ook graag nog iets zeggen. Dus, ja. Dank u. Voor dat ik toch nog een keer het woord neem, vooraleer dat jullie afsluiten.
Dus de vraag was gekomen, voor de mensen, dat ook nog een keer te kaderen natuurlijk, zodanig dat, dat iedereen dat ook goed weet. Hè. Er worden heel veel publieke consultaties vandaag. Komen er veel publieke publicaties waar landbouwers soms vragen over hebben en waar dat men toch ook soms ongerust over is als men ziet dat die percelen in bepaalde gebieden liggen of in bepaalde visiegebieden liggen. En het is zeker daarom nuttig om de inhoud te kennen van wat dat een beheerplan kan zijn. Ik denk zeker in de huidige situatie rond stikstof enzovoort en de natuurdoelstellingen die moeten gerealiseerd worden, dat er wel nog heel wat zaken zullen moeten komen om landbouwers te betrekken bij bepaalde beheren. Ook naar begrazingsbeheer is daar, denk ik, de landbouwsector altijd wel nog vragen naar partijen. Nu, het zal altijd nodig zijn om het juridische kader goed te kennen en dat is heel belangrijk. En enkele suggesties die vandaag al naar voren gekomen zijn, die communicatie, dus wanneer dat er een beheerplan publieke consultatie gaat, dat landbouwers ook goed aanvoelen wat de inhoud daarvan is, wat de gevolgen kunnen zijn, om zo ook een betere samenhang lokaal te krijgen. Dat iedereen goed beseft welke lokale doelstellingen dan er zijn die Natuurspunt nastreeft, dat de landbouwsector zelf ook hun doelstellingen van die gebieden kunnen kenbaar maken en zien waar dan er conflicten kunnen ontstaan, om die op voorhand al goed in kaart te kunnen brengen, maar waar dan of dan ook bij het opmaken van beheerplannen ook samenwerkingen desgevallen kunnen komen. En ik denk dat dat belangrijk is om al een eerste stap via deze webinar toch al het signaal te geven. Kijk, ja, er zijn mogelijkheden binnen en buiten Natura 2000 gebieden, vengebieden, die moeten bekeken worden. En we staan voor grote uitdagingen, dus we moeten elkaar verstaan, de landbouw en de natuursector. We zitten op niet altijd een goede verstandhouding en al de dossiers die vandaag de dag beslist worden, zorgen daar ook voor dat dat een heel moeilijk evenwichtsoefening geworden is. Maar alleszins met een initiatief zoals deze voor toch kennisdeling te doen, vooral kennisdeling te doen, is dat toch nodig om elkaars bezigheden alleszins te kennen. En omgekeerd kunnen we dat ook doen naar de natuursector om een keer een volledige landbouwsysteem uit te leggen of een landbouwbedrijfsvoering uit te leggen, zodat ook zij ook goed weten hoe dat in zijn werk gaat. Maar alleszins vond ik het al interessant dat jullie ook dit opgezet hebben. Merci, Lieven. Dat is mooi samengevat. Wij waren heel positief verbaasd door de massale aanwezigheid vanavond. En feedback en zo is altijd welkom. Hoe dat wij jullie kunnen helpen of ondersteunen in ideeën dat... Want ja, zoveel mensen zullen ook wel ideeën hebben van wat er nog kan gebeuren. Er wordt gevraagd als de opname beschikbaar is. Ja, dus alles wordt opgenomen. En we zullen dat ook nog... we hebben jullie e-mailadressen, jullie een linkje bezorgen om dat te bekijken. En ook samen met de pdf van de slides, dat was ook gevraagd. Voilà. Heel erg bedankt iedereen. Ah ja, het is vooral een complimentje dat nog gelezen wordt. Dankjewel.